Dag dames en heren, de dag begon in het oosten en zuidoosten zo warm met wat zon. Dat leverde met de naderende regen zelfs een paar regenbogen op, maar verder verliep de dag opnieuw grijs. Op veel plaatsen regenachtig, lokaal viel nog zo'n 5 tot 10 mm bij die grote hoeveelheden regen die de afgelopen tijd al omlaag zijn gekomen. Nou, in de natuur zien we heel veel water, ondergelopen stukken land, weilanden die zijn ondergelopen. De rivieren staan nog steeds heel hoog, dat blijft voorlopig ook zo. Dat geldt zowel voor de Maas als voor de Rijn en voor de Waal. En ook het IJsselmeer en het Markermeer staan bijzonder hoog voor de tijd van het jaar. En daar komt voorlopig ook maar weinig verandering in. Er is namelijk nog heel veel water onderweg uit België, uit Luxemburg, maar ook uit Duitsland. En al dat water moet ons land de komende tijd nog gaan passeren. Het weer gaat wel veranderen. De neerslag raken we geleidelijk aan kwijt en het wordt een stuk kouder. En dat betekent dat in de loop van volgende week we misschien in het binnenland met name her en der wel zulke plaatjes kunnen maken. Schaatsen op ondergelopen weilanden of op ijsbanen, dat moet toch wel mogelijk zijn in sommige delen van het land. Nou, vandaag hebben we nog te maken met een lage drukgebied. Dat ligt eigenlijk precies boven Nederland. In het noorden van Nederland staat een oostenwind. Daar wordt langzaam al wat koudere lucht aangevoerd. Elders is de wind nog zuid tot zuidwest met nog relatief zachte lucht. Maar geleidelijk gaat dat lage drukgebiedje naar het zuidoosten wegtrekken en draait de wind bij ons overal naar een oostelijke richting. Onder invloed van een vrij krachtig hoge drukgebied dat zich gaat ontwikkelen boven het zuiden van Noorwegen. Ongeveer 1045 hectopascal aan het begin van de nieuwe week. En dat zorgt dus met een oostelijke stroming voor de aanvoer van koude lucht. Nou, in de loop van volgende week zien we dat hoge drukgebied dan langzaam wat naar het westen kruipen, waardoor de wind bij ons steeds meer uit de noordelijke richting gaat waaien, over de relatief warme Noordzee. En dat betekent dat de temperaturen dan geleidelijk aan weer gaan oplopen. En dat zal vooral in de kustgebieden het geval zijn. Neerslag wordt onder het hoge drukgebied voorlopig niet verwacht. Neerslaggebieden liggen heel ver weg ten noorden van ons en ten zuidwesten van ons, boven Spanje en Portugal. Daar gaat de komende tijd wel wat vaker regen vallen. Kijken we dan even naar de temperatuuranimatie voor de komende dagen. Dan zien we de vorstgrens vandaag boven het noorden van Duitsland liggen. Maar geleidelijk aan breidt die vorst zich, zoals gezegd, over Nederland uit. Zondagmiddag ligt de vorstgrens dwars over het land en daarna over zo'n beetje het hele land. En de dagen daarna vriest het overal. Veelal licht, in de nachten af en toe ook matig. Kijken we wat verder naar het zuidoosten, dan zien we dat daar nog veel meer kou ligt. Boven het midden en oosten van Duitsland, maar ook delen van Tsjechië en Polen bijvoorbeeld. Strenge en in de nachten soms zelfs zeer strenge vorst. Nou, dat hoeven wij niet te verwachten, maar we krijgen dus wel een flinke veeg mee van die koude lucht uit het oosten van Europa. Nou, de eerste tekenen daarvan zien we vanavond en vannacht al. In het oosten en noordoosten daalt de temperatuur tot maar iets boven het vriespunt. En daar zou her en der ook wat natte sneeuw of sneeuw kunnen vallen. Ik verwacht verder niet dat het wit wordt. Daarvoor is de bodem echt nog te warm. Elders temperaturen van een graad of 4. En ja, het is veelal bewolkt met dus af en toe wat neerslag. Meestal regen, maar in het oosten dus soms ook wat natte sneeuw of sneeuw. Daar verandert morgen eigenlijk maar heel weinig aan. Nog altijd is het weerbeeld grijs, met verspreid over het land wat lichte neerslag. In het binnenland soms wat natte sneeuw of sneeuw. En in het westen zal het vooral nog regen zijn. Middagtemperaturen van zo'n 1 graden langs de oostgrens tot een graad of 6 in de kustgebieden nog. Maar in de loop van de dag zal de temperatuur langzaam wel verder dalen, onder invloed van een in kracht toenemende noordoostenwind. En die zal langs de kust af en toe al vrij krachtig worden. Zondag geeft ons dan een heel ander beeld. Het is dan overwegend droog. In de loop van de dag breekt vanuit het oosten de zon door. En dan stroomt die veel koudere lucht ook echt het land binnen. Middagtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Maar ik denk dat in het noordoosten en langs de oostgrens we regionaal al wel een ijsdag kunnen noteren. En dat is een dag waarop de temperatuur het hele etmaal onder nul blijft liggen. In de kustgebieden is het nog iets zachter met 1 of 2 graden boven nul, maar de noordoostenwind maakt het echt wel een stuk kouder met gevoelstemperaturen die de hele dag ruim onder nul blijven liggen. Gaan we dan naar de nieuwe week kijken? Ja, dan begint die week in ieder geval ronduit koud. Maandag, dinsdag en ook woensdag regionaal temperaturen overdag rond het vriespunt. Maar in het binnenland volgen ook dan waarschijnlijk wel een paar ijsdagen. En in de nachten, zeker als de wind in de loop van de week een beetje gaat wegvallen, kan het behoorlijk koud worden.
Gemiddeld min 6 of min 7, maar in het oosten zou het zomaar eens af en toe min 8 kunnen worden. En dat betekent dat ook het natuurijs langzaam gaat aangroeien. Nou, in de loop van de week neemt de bewolking dan toe onder invloed van een wat meer noordelijke wind. Met name overdag gaat de temperatuur dan ook oplopen tot enkele graden boven het vriespunt. En dat zien we ook in de pluim. Een koud begin van de nieuwe week, maar geleidelijk aan, wel met veel onzekerheid nog, wat oplopende temperaturen overdag. De nachten blijven vrij koud met vaak lichte vorst. En ook de lange termijn is vrij onzeker. Maar dat hele zachte weer met dubbele cijfers op de thermometers, dat gaan we voorlopig niet meer terugzien. Ik wens u alvast een goed weekend.